Wel, ik denk dat we voornamelijk het hoofd heel cool hebben gehouden. Omdat de coronacrisis toch wel een grote impact had en heeft op ons bedrijf. Ik denk van alle mediabedrijven dat wij waarschijnlijk het zwaarst getroffen zijn. De coronacrisis is dus ook de grootste crisis sinds het ontstaan van Jesse De Koo. En Jesse De Koo is al ontstaan in 1964, dus dat is toch al een hele tijd. Wij hebben voornamelijk... je moet maar rekening houden met bijvoorbeeld... Wij verkopen audience op publieke plaatsen. Of dat dan nu de luchthaven van Brussel is, of de van Charleroi, of die van Luxemburg. Of dat dan nu metro, bus... tram zijn, of dat dat nu in straatbeeld is. Noem zo maar op. Hè. We hebben heel wat universa. De shoppingcentra die dat we uitbaten. De Carrefours. En dan zie je dat ja, door de lockdown van de regering komt dat plots tot een volledige standstill. Wat dat ervoor zorgt dat de audience natuurlijk sterk terugloopt. En met als gevolg uiteraard ja, inkomstenverlies. En dan is het even kijken, want wat ga je dan doen? En dus het is vooral goed het hoofd koel houden en de situatie analyseren. Ik denk dat de nadruk ligt op communicatie. Meer communicatie intern. Naar de verschillende medewerkers. We hebben toch ongeveer 300 mensen die samen met ons werken. Ongeveer de helft arbeiders en de helft bedienden. Daar was communicatie van belang. Omdat, vermits dat de inkomsten bijna tot nul teruggelopen zijn in die periode van lockdown... hebben wij ook ons personeel in technische werkloosheid gezet. Wij hebben 100% van de mensen gemiddeld in 75% technische werkloosheid gezet. Dus dat is heel fors. Vergde ook heel wat communicatie, ook heel wat voorbereiding. Want ik las in 10 werkgevers een aanvulling aan het... wettelijk minimum van de technische werkloosheid van het salaris toevoegde. En wij behoren daartoe. Dus wij hebben dat ook goed geanalyseerd. Wij willen ook absoluut een goede werkgever zijn, zelfs in hele moeilijke en hele extreme omstandigheden. Dus interne communicatie is zeker cruciaal. Anderzijds ook externe communicatie. Want wij hebben bijvoorbeeld naar onze klanten toe in deze hele moeilijke tijden en meteen aan het begin van de lockdown hebben wij ervoor gezorgd dat we de algemene voorwaarden, de condition générale de vente, zoals dat zo noemt, dat we die eigenlijk versoepeld hebben. Dat is ook niet evident om in versoepeld hebben. Dat is ook niet evident om in heel moeilijke tijden plots te zeggen van, weet je wat, wij gaan die algemene voorwaarden en al die getekende bestelbonnen en engagementen, we gaan die versoepelen. We gaan u de keuze geven van, wat wil je precies doen en we gaan u erin begeleiden. Dat was natuurlijk ook in de eerste fase een heel intensieve klus. Ook voor onze commerciële mensen, die gewoon waren om nieuwe bestelbonnen te tekenen en die nu eigenlijk moesten de klant zo optimaal en de businesspartners optimaal begeleiden om te zeggen van kijk, misschien moeten we ze annuleren, misschien moeten we ze verplaatsen, daar die dialoog aan te gaan en daar heel de tijd mee bezig te zijn. Dus ook extern communiceren en daar ook een hele bewuste van. Jesse De Koo wil niet alleen een goede werkgever zijn, maar wil ook heel goed een heel goede businesspartner zijn. Dus daar ook mikken wij gewoon op de lange termijn. Ik denk dat dat ook wel een voordeel is dat wij een
We zijn ja, een wereldwijd bedrijf. We zijn aanwezig in meer dan 80 landen. We zijn ja, een familiaal bedrijf. We zijn groot en we zijn op beurs genoteerd. Dus ik denk dat dat de voornaamste elementen waren van ons beleid, echt gericht op communicatie. Ik denk niet noodzakelijk meer dan al het geval was. Ook daar, hè, als ik in mijn vorig deel zeg, Jesse De Koo wil een goede werkgever zijn, dan betekent dat dat wij ook al 2,5 jaar alle medewerkers lieten telewerken. En dus dat we ook alle tools ervoor hadden en dat we ook de gewoonte hadden. En dus dat ging al met een zekere soepelheid, gingen we daarmee om. En dus er was ook het nodige vertrouwen om vanuit telewerking te functioneren. Dat was ook een heel groot voordeel nu tijdens het start van de crisis, want de avond dat onze regering beslist heeft om naar een lockdown te gaan, wel, Sander, een dag 's middags heb ik een communiqué uitgestuurd naar al onze medewerkers, waarin ik zei van, kijk, en dat zal voor de komende weken zijn. En dat was ook geen enkel technisch probleem, er was ook geen paniek. Iedereen wist meteen van, ah ja, oké, we zijn dat gewoon. En ook daar merk je wel die erkenning van de medewerkers van, het is wel leuk om in een modern bedrijf te zitten, dat al aan telewerken deed, dat daar al de nodige policies vooruitgewerkt had en gewoontes. En dus na de coronacrisis, ja, ik denk dat het vooral een grote impact gaat hebben op heel veel andere bedrijven. Je mag niet vergeten dat meer dan de helft van de bedrijven nog absoluut geen telewerking deed. Soms vergeten we dat en denken we van, ja, iedereen doet dat toch. Dat lijkt zo evident eens dat je bezig bent, maar is absoluut niet het geval. En dus wij gaan er vrij soepel mee om en we zullen dat blijven doen. Nu, gemerkt soepel mee om en we zullen dat blijven doen. Nu, gemerkt ook dat wij mensen zijn hele sociale beestjes en dus we hebben absoluut sociaal contact nodig. We hebben hier in de coronacrisis mensen toch ook moeten de nadruk op leggen van nee, het is een verplichting van thuis uit te werken. Je mag niet naar kantoor gaan. Er waren er heel wat die naar kantoor toch af en toe wouden gaan. En die zeiden van ja, maar ik ga mijn afstand behouden. Maar ik vind gewoon, ja, ik vind het soms gewoon leuker om collega's te zien en om live. Dat gaat nu niet. Dus na de coronacrisis gaan de mensen massaal terug naar kantoor gaan. Ze gaan zich massaal terug verplaatsen, omdat wij dat fijn vinden en omdat wij dat nodig hebben. Dus voor ons gaat het niet zoveel vernieuwing brengen. Ik denk, het eerste dat in mij opkomt is dankbaarheid. Dankbaarheid voor het normale. Het normale wordt soms wel onderschat. Het normale, het eenvoudige. Ik denk dat we meer stil hebben gestaan tijdens deze periode bij de eenvoudige dingen en bij de natuur. En ik denk dat dat wellicht normaal is naarmate dat we ouder worden. Wim, jij en ik zullen dat al iets meer gedaan hebben dan jongere mensen. Ik denk dat het nog een groter impact zal hebben op jongere mensen. Dus dat is één, gewoon die dankbaarheid van, we leven en we maken er zelf eigenlijk het beste van. Hè? Want ja, de toekomst en het heden ligt in onze eigen handen. Soms verwachten we dat het in de handen van iemand anders ligt, maar dat is niet zo. Het is juist jouw eigen perceptie van om van de huidige situatie het beste te maken, die maakt of dat iemand gelukkig is of niet. Want geluk is een intrinsieke eigenschap. Dus ik denk ook dat we meer aandacht moeten geven aan diepgang. Diepgang in de contacten, diepgang in, of dat dan nu intern met medewerkers is of met businesspartners.
Dat is toch wel iets dat bij mij blijft hangen. Dat is van, ja, de diepgang is toch wel van belang. Soms worden de dingen allemaal een beetje te vluchtig, te oppervlakkig. En daar gaan we zeker de nadruk op leggen.